Oh, ik ga vallen sowieso. Oh, dat zou ik echt jammer vinden. Oeh, hey, wacht eens wat een lang been. Je moet vragen. Stop! Stress, opwinding, glamour. Ik denk dat dat drie woorden waren om gisteravond te omschrijven. Want gisteren werden de Mia's uitgereikt in Paleis 12 in Brussel. En ik zweer het u, als daar een bommeken op had gevallen, BV-land was leeg. Ik heb mijn eerste BV gespot. Aster, welkom op de Mia's. BV2. Zeg eens, ze schoonbruin. Oh, la 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 la. Gesponsord? Gesponsord. Oei, oei. Waar ben jij nog mee bezig? Amenra. Dag Bazaar. Gaan jullie dat aanhouden? Nee. Ah, ik dacht al. Eens kijken. Zo maak ik vrienden. Hey, dat is James Cook. Saartje. Ja. Danira. Kom jij hier de vrouwtjes versieren? Ja, ja. Vooral mijn eigen vrouwtje, maar... Oh my god. Zit je naar de Mia's geweest? Zot. De Van de Voorde weet niet wat hij zegt, want de Mia's zijn de max. En ik ga je een tip geven. Als je ooit nog naar een soortgelijk BV-feest gaat, ga dan naar de schmink. Want in de schmink zitten altijd de interessantste mensen en gebeuren de spannendste dingen. Dank. Wat kom jij hier doen? Ik wist niet dat jij zong. Nee, nee, maar dat is onze debuutsingle. Er is niet echt veel gedraaid. Maar ik ben dan toch blij dat de sector me apprecieert. Ja. Was leuk, première. Ja, 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 het was toch. Slechte film dan, hè? Ja, dat heb ik ook gehoord. Dat was een mega slechte film. Het is gewoon voor de stijl, hè, dat we ja, dat doen. Nee, maar omdat er geld mee verdienen. Ja, voor was hier. Was ja, kom maar, deel geef maar terug. Nee, nee, ik hou hier. Dat is van mij. Dat is van mij. Ach, er is hier iets enorm aan het blinken in mijn ooghoek. Ah, nee. Je bent een discobol. Kim, wat ga jij doen met je haar? Zo in allemaal kleine vlechtjes, met parels. Nee, kleine vlechtjes met parels of dreadlocks. Doe eens iets gek. We zijn bezig volume in mijn haar te krijgen. Ja, ik vind het wel goed bezig. Ja, ik heb een string aan. Het is alleen voor glitter en glamour aangelegen. Maak eens. Oh ja, ik voel het. Oh, de host van het programma. Prachtig uit. Oh, ik krijg spontaan zin in een durum als ik... Dus jij bent niet naar de Mia's geweest? Zat er een gigantische loser op mijn voorhoofd? Ook niet, hè? Dat was neerbuigend. We hebben BV's. We hebben schmink. Wat missen we nog? Een rode loper. Ik mag met Tom Baas op de foto. Met je naam op bepaalde. Zak. Wie was dat weer? Ah ja, van vroeger. Van dinges. Van de 12 werken van... Ah, nee. Dat is toch iets zijn voor je uitwerken blijven lachen. Ah ja. Gaat gebeuren. Kom, we gaan samen. We gaan samen met Bart weten. Wauw. Kuske, kuske. Woehoe. Shop is Bart. Top. Wat show is hier, hè? Heb je die kus gezien? Amai, maar ik heb erom geroepen, jong. Dus ja, dit is ook het leven zoals het is. De Mia's. Dus echt te missen. Frieten eten en allemaal dingen die niet bij elkaar passen. Een schoven van een tafel die ze bij de pita zelfs niet met durven zetten. Met plastieke bestek. Was dat ook koud van u? Ja, de blauwe kant. Maar hey, het was buikspek, dus dat maakt niet uit of dat nu koud of warm is. Echt waar, ik heet het diep gevroren als het moet. Bon, zat. En toen begon de show, die heb je gezien gisteravond op televisie, uiteraard. En dan heb je ook gezien dat die twee bekers van Studio Brussel de award mochten uitreiken voor beste groep. Amai, ik heb superveel zin in nu. Niet vallen. Dan is het echt om zeven. Daar gaan we. Ja. De winnaar, beste groep, is... Black... Bazaar! Woehoehoe! Dat is ja. Simon! Bijna de award voor beste groep gewonnen. Ik stond daar al zo in het publiek. Had ik haar geen bor gegeven, het was gebeurd, Jan. Jij ongeleid projectiel, Eva. Voor €20, hè. Voilà, prijzen uitgedeeld. Iedereen naar huis. Nat. Iedereen naar de afterparty. Behalve ik. Dat was het beste, blijkbaar. 23:37. Dit is dat. Ik heb jarenlang de ochtend gedaan. Wat moet ik nu doen?